Ik ben Nick Boskamp, ik ben redacteur van Playboy. Ik heb veel hobby's en die zijn een beetje uit de hand gelopen. Ik heb een boek geschreven, het nachtboek. Ik heb een radioprogramma voor New Dance Radio. Ik schrijf een column over het nachtleven. Ik ben nightlife reporter. Schaarse vrije tijd. De gemiddelde week, ja, die begint eigenlijk op maandag. Dan begin ik met mijn normale werk met Playboy. En die week die is altijd anders. En daarom werk ik er nog de 15 jaar. Natuurlijk moet ik mijn stukken schrijven. Dat is natuurlijk eigenlijk datgene waar ik voor betaald krijg. En daarnaast ook heel veel andere dingen ook. Het organiseren van modeproducties. Af en toe vraag ik aan een bekende vrouw of ze naakt in de Playboy wil. En dan, ja, dan wordt het weekend. En dan begint die hobby van mij. They do not have to be drop-dead gorgeous. We're not looking for the centerfold of the magazine. I mean, certainly it's a different look for a cocktail waitress, but I think we're looking for people that have an inner confidence and a great personality. I'll be right back. Okay. Goed jongens, nog vragen? Nog vragen? Wat zijn nou de superbunnies? Nou, dat kan je zelf dan wel bepalen. Ze zochten bunnies. En bunnies, dat zijn eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, een veredeld soort serveersters. Mm-hmm. Ze zochten bunnies voor een casino, een Playboy casino op Rodos. Yeah. En toen kwamen ze ook in Nederland om Nederlandse meisjes te zoeken voor dat casino. Ze hadden een bunny meegenomen als voorbeeld voor die meisjes. Er was heel veel pers op afgekomen. No, I started moving in late February. Mijn taak was om te kijken hoe het ging. Of ik daar eventueel een stukje voor Playboy uit kon halen. Mm-hmm. Maar ook om een beetje te helpen. Want Playboy America had het heel snel georganiseerd. En ze wilden dat ik daarbij was. Hoe is het nou? Ja, goed. Voor jou dan. Blijf je nog een beetje. Ja, dit is veel schoon. Kijk, er staan daar. Waarom aan de trap? Leef je nog een beetje? Weet je wat voor ongelooflijk verschrikkelijk kut weer het is? Ja, ik weet het. Ik zijn alles van. Je benen is ook kut weer. Nu in de winkel verkrijgen. Tegen gereduceerde prijs. Deze man is heel apart. Er zijn heel veel mensen die hem vervelend vinden, maar ik moet zo om die man lachen altijd. Dit wordt steeds groter. Waar eindigt dat? Wie is dat? Dat is Peter Klashorst. Peter Klashorst is toch een van de meest bekende jonge kunstenaars van Nederland. Hij heeft mij geportretteerd ook. Jouzelf? Ja, hij heeft mij geportretteerd als een... Hij zegt, ik heb je geportretteerd als een zielige journalist. Ik heb daar bijvoorbeeld een schilderij gemaakt wat over cocaïnegebruik gaat. Welk is dat? Nou, die vier lijntjes, die grote zwarte doek, er liggen vier lijnen voor je klaar. Dat ziet er wel bijzonder uit. Nou, dat is een nieuw superrealisme. Ik mag niet overheen lopen. Jawel, je mag loopt er weer. Be my guest. Maar gewoon over je doek, dat is heel apart. Ja, gewoon over je doek heen mag lopen. Hij houdt op een gegeven moment jouw boek omhoog. Ja, het zijn verzamelde columns die ik geschreven heb voor de Basic Groove, een dansblad. Ja, inderdaad, dat zie ik niet pas. En als boek uitgebracht. Dit is mijn artdirector. Hallo. Playboy. Dit is hem. Nick, jongen, jij moet dit aan Joyce laten zien vandaag. Ja. Hele spannende serie, die worden laten schieten door Golf de Ros. Nu is Joyce altijd bang dat er schaamhaar wordt. Schaamhaar? Ja. Op de foto staat. Maar het is dus niet zo. Het is niet zo, er is overal ver van bij. Ik denk dat ze het heel erg mooi vindt. Ja. Ik ben eigenlijk een soort dubbelrol. Ik moet een interview doen, maar ik moet haar ook overtuigen van het feit dat die serie mooi is. En natuurlijk nog tekst bij. Ja. Ik maak de fotobijschriften bij het verhaal en ik ga een leuk interviewtje met haar doen voor een hele pagina. Dat is goed. Wie is Joyce? Joyce de Trog is een Belgische televisiepersoonlijkheid. Ze heeft wat tv gedaan, niet vragen mij. Zij is heel bekend in België. Ze hangt ook op abris en posters. Hallo. Hoi. Ik maak een soort videodagboek van belevenissen die ik meemaak. Nou ja, en waarvoor doe je dat? Dat doe ik voor Ron. En wat doet Veronica daar dan? Hoe reageerden ze dat jij het aan het filmen was? Ja, je merkte dat ze een beetje wantrouwig was, hè? Ja. Oh my god. Op abris en posters. Hallo. Hoi. Ik maak een soort videodagboek van belevenissen die ik meemaak. Nou ja, en waarvoor doe je dat? Dat doe ik voor Ron. En wat doet Veronica daar dan? Hoe reageerde ze dat jij het aan het filmen was?
Ja, dat is, je merkte dat ze een beetje wantrouwig was, hè? Ja. Ah! Oh my god. Het grappige gaat de ober zit er ook mee bemoeien. Wat is de ober? Dat is de ober. Die kijkt over haar schouder mee. Je mag ze meenemen. Ja. Ze hebben jou. En dan kun je aan je vriend laten zien, even over hebben met hem. Dan moet je morgen Perry even bellen wat je ervan vindt. Ik persoonlijk vind het fantastisch. Hoe reageerden ze op de foto's? Ja, ze vond ze heel mooi. Ja, absoluut. Ze is heel kritisch. Ja. Ja, absoluut. Maar ze vond de foto's schitterend. In hoeverre heb jij inspraak in wie er in Playboy komt? Als ik zeg, ik wil Patty Bart heel graag nog een keer in het blad hebben... Mm-hmm. Dan moeten andere mensen het er ook mee eens zijn. Voornamelijk mijn hoofdredacteur en de art director. Heb je nog een verlanglijstje? Natuurlijk zou Katja Schumer graag willen hebben. Maar dat is nu ook de laatste keer dat ik dat zeg. Ja. Want hoe vaak hij dat zegt, hoe moeilijk het wordt om die vrouwen daarvoor te benaderen. Dat is mijn vriendin. Mooi, hè? Het is mooi, hè? Ja. Het is ook heel stout, hoor. Wij passen heel goed bij elkaar en we zijn ook erg gek op elkaar. Dus dan maakt het toch niet zoveel uit of ik nou met Playmates ga eten of met Patty Bart lunch om te vragen of ze in de Playboy wil. Dat, ik denk dat dat niet uitmaakt. Er staat een vliegtuig die me straks naar Londen brengt. Het feest van John Digby. Sta hier voor het gebouw van Kiss 100 FM. En hier wordt interviewd straks door Adam Freeland. 100% original pirate style. Kiss 100. Excellent CD. It's got Mixmag, the hottest music magazine in Britain. Yeah. Five. That's the highest you can get. 5 dancing men. And who directed the CD? And who directed that? That's not on that. That's Mick Boscamo. Is that right, Boscamp? Boscamp, it's a funny text. Het is een cd die ik gemaakt heb met Danny Howells. Danny heeft hem gemixt en de songs uitgekozen. En ik heb eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Maar ik heb het project eigenlijk geregisseerd. We have a very special guest, Mick Boscamp. And Mick is the Pete Tong of Amsterdam, Holland. They call me the Pete Bong, actually, for the large quantities of marijuana I used to smoke. Ik was uitgenodigd door DJ John Digby. Dat is... een van de allergrootste en best betaalde DJ's ter wereld. En die geeft 1 keer in de maand een feest in Londen, de Heaven. Mm-hmm. En daar ben ik naartoe gegaan. Wat krijgt hij betaald? 15.000 gulden, 1 avond. Dit is de grote popster van Engeland. Sasha. Hele, aparte man. Onbereikbaar. You signed a contract to say that you can film in here? Oh, I don't care. I'm asking you. Have you signed a contract to film in here? Waarom moest de camera op een gegeven moment uit? Je mag absoluut niet filmen in de Heaven. Je mag in bijna geen enkele club in Londen mag je filmen. Zelfs niet als het voor een televisieuitzending is. Dus ik had die camera stiekem meegenomen. En John wist al dat ik daar zou gaan filmen. Hij zei, als je het nou een beetje onopvallend doet, dan komt het wel goed. Nee, A-sense. Dat is John Digby. Prostitutes. Ik liep gewoon met die camera in mijn hand door die zaak heen. En ik werd echt op de vingers getikt. Ik moest er ook uit. Dat heb ik helaas niet meer kunnen filmen. Maar ik ben door John weer naar binnen gehaald. Ik stond op een goed moment. Ik stond op een goed moment, stond er gewoon weer op straat. Kijk, mag die filmen? Heel mooi. Hallo. Hoe is het nou? Goed. Ja? Het is koud. Mijn zus wil absoluut niet naar Playboy. Nee. Waarom niet eigenlijk? Alles weer. Is mijn moeder? Ja. Hallo. Ja, waar is dit voor Mickey? Mijn familie woont in Zandvoort. En ik kom veel te weinig langs. Dat klopt. Heb je goed gezegd? Ik zie nu vaak op televisie, dus het maakt niet zo uit. En dan zeg je mijn naam nog en dan ga ik lekker zitten huilen. Dus het is voor mij is het helemaal klaar. Ja, dan doe ik het ook. Dus compensatie voor het feit zowel dat komt. Was dit een goed makertje? Dat is een goeie, Judith. Ja, het was absoluut een goed makertje. Je ziet hoe belangrijk discjockeys zijn. Ja. En je zelfs optreden met gewoon muzikanten. Ik ben zelf niet even de jongste meer. Ik ben 42 en ik zit nog steeds in het nachtleven. Ik heb ooit gezegd van, als ik nou uitga en ik ben niet meer op mijn plaats,
wil je me dan alsjeblieft doodschieten? Ik vind het verschrikkelijk als mensen koet mee willen doen met, ja. met een mee willen gaan met een tijd. Het moet natuurlijk gaan en vanzelfsprekend. En Hans Dulfer is natuurlijk de 50 ruimschoots gepasseerd. En als je ziet hoe die daar staat te spelen met een DJ en met een fantastische drummer, Evelien Kaals. Ja, dan denk ik bij mezelf, dat vind ik zo goed. Wat zijn die platen die je draait? Ken je die van tevoren? Nee. Nee, maar hij toch ook niet. Freestyle. Ik weet ook niet wat zij spelen. Ik weet niet wat wij spelen. Dat is gewoon, je moet inhaken op de omstandigheden. Ik kijk ook steeds in het publiek, ik ga het publiek in. Ik wil gewoon weten wat ze aan het doen zijn. En ik zie de man erheen, of ze in de maling zijn, alleen dat ze het toch wel aardig vinden. En geen fok aan vinden. Je moet ze ook een beetje provoceren. Ik geef die meisjes een saxofoon voor de mond. Net op het moment dat ze eindelijk eroverheen zijn, dat ze aanstaan. Dan zeg ik, ben je niet bang voor AIDS? Wat trekt jou zo in het nachtleven? Nou, in eerste instantie de muziek. Ik ben echt absoluut verslaafd aan dansmuziek. Ik haal ontzettend veel energie uit. En ik vind het ook echt muziek. Dit jouw Valentijnsparty, dit? Ja, beneden. Oh, lange toestanden. Ik heb alles gisteren gedaan. Allemaal zelf? Nee. Ik ben niet achterlijk. 18 ben ik. Nicky Nicole ken ik natuurlijk al heel lang. Ze is een keer te gast geweest in mijn radioprogramma, een aantal jaren geleden. En toen kwam Nicky als Nicholas langs. En het klikte heel goed. En ook met mijn vriendin en Nicky. En elke week kwam of hij of zij langs. Het was het einde van mijn week. Een week lang. Dus nu gaan we lekker een drankje drinken. Lekker een Valentijnsparty van Nicky Nicole. En dan gewoon naar bed. Je ziet er moe uit. Ja. En morgen weer vroeg op een Playboy toe. Waar ik weer een stukje moet schrijven. So that's it. Toodaloo. Okay, toodaloo. Bye.